Nu, collega's, met het indienen van deze begroting dient of gooit de paars-groene regering een boemerang op. Een boemerang die reeds bij de eerste begrotingscontrole zal terugkeren in het gezicht van deze regering. Het oordeel over deze eerste begroting van paars-groen is onverbiddelijk. Ten eerste zijn de gebruikte economische vooruitzichten totaal onrealistisch. De regering verbloemt de economische toestand. Ten tweede, inkomsten worden systematisch overschat. De regering rekent zichzelf rijk. Ten derde, uitgaven worden structureel onderschat. De factuur wordt eigenlijk schaamteloos doorgeschoven naar de volgende generaties. En ten vierde, maatregelen blijven vaag en onduidelijk. Deze regering treedt op in gespreide slagorde en zaait verwarring. Dat zeggen niet alleen wij, dat zeggen ook mensen als Wim Moessen, professor overheidsfinanciën en begrotingsexpert. Moessen zegt het volgende: de eerste begroting van de regering De Croo is veel te optimistisch en te weinig ambitieus. Hij vraagt zich bovendien terecht af wanneer België, en ik citeer hem nu letterlijk, nu eindelijk eens betrouwbare begrotingscijfers zal afleveren. Einde citaat. Ook het Rekenhof en de Europese Commissie zijn werkelijk vernietigend over het eerste begrotingswerk van deze paars-groene regering. Uit de analyse van de Europese Commissie wordt duidelijk dat België op het Europees niveau het bijzonder slecht doet, en dat is eigenlijk nog heel zacht uitgedrukt. Op Spanje na, en collega Lones zei het al, op Spanje na heeft België het grootste tekort van alle eurolanden. België behoort nu ook definitief tot de zogenaamde Club Med-landen, de zwakke, schuldzieke landen van Europa, de Zuid-Europese probleemlanden met een torenhoge staatsschuld, een inefficiënt overheidsapparaat en grote vraagtekens rond de stabiliteit van hun fiscale inkomsten. En België ontsnapt dankzij corona aan het Europese strafbankje. Maar uiterlijk bij de begrotingsopmaak van 2022, over een klein jaar dus, komen de dramatische Belgische overheidsfinanciën opnieuw op de Europese tafel te liggen. De commissie maakt ook brandhout van de vooruitzichten die deze regering voorop stelt. De groei, de consumptie, de export, de import, de binnenlandse vraag, de werkloosheid, de productiviteit, de staatsschuld. Zo goed als elke economische parameter wordt volgens de commissie door deze regering grandioos overschat. De inschattingen zijn volgens de commissie niet alleen te optimistisch, ze zijn ook totaal onrealistisch. De bloedrode begroting is dus nog veel te rooskleurig. Deze begroting was dus eigenlijk al achterhaald voor ze ooit werd ingediend. Er wordt geen enkele rekening gehouden met de effecten van de tweede coronagolf en de lockdown. Laat staan dat de Brexit mee in rekening wordt genomen. Bij de eerste begrotingscontrole van 2021 zal alles dus al grondig herberekend moeten worden. En eenzelfde negatief oordeel vinden we bij het Rekenhof. Dit controleorgaan plaatst bij meer dan 3 miljard euro aan inkomsten en besparingen grote vraagtekens. 3 miljard euro, collega's. Van een hele reeks maatregelen kan het Rekenhof niet opmaken hoe de regering de vooropgestelde opbrengsten denkt te halen. En in veel gevallen blijkt de regering dat zelf ook niet te weten. De besparing op het overheidsapparaat bijvoorbeeld. Een verdeling moet nog worden overeengekomen met de departementen. De geplande besparing op de RVA, deze moet nog worden onderzocht. De betere inning van buitenlandse boetes. Het Rekenhof heeft hierover geen aanvullende informatie ontvangen. En tot slot, en zeker niet in het minst, de strijd tegen de sociale en fiscale fraude. Elke gedetailleerde berekening ontbreekt. Het werd al gezegd door collega Lones, de regering kan ook geen nauwkeurige analyse voorleggen van de beloofde of de beoogde terugverdieneffecten van bijvoorbeeld het verhogen van de werkzaamheidsgraad, de reïntegratie van langdurig zieken, het optrekken van de laagste pensioenen. Collega's, deze regering rekent zich dus rijk. En collega's, af en toe bekruipt mij toch ook vandaag weer een soort déjà vu gevoel.
Niet zoals collega Lones naar de regering Di Rupo, maar naar een andere regering. Door die giftige cocktail van veel te optimistische verwachtingen en totaal onzekere inkomsten lijkt deze regering na 20 jaar aan te knopen bij de traditie van de eerste regering Verhofstadt, die de budgettaire verzwakking van dit land inluidde, die de begroting compleet liet ontsporen. Met zogenaamde diversen, eenmalige maatregelen en het zichzelf rijk rekenen aan fraudebestrijding lijken de aloude demonen van die vorige paars-groene regeringen weer op te doemen. De regering Verhofstadt 1 brak met de saneringen van de regeringen De Hane en startte met het opdrijven van de uitgaven. Ook in het nieuwe regeerakkoord liggen al heel wat uitgaven vast, maar de financiering ervan die wordt doorgeschoven naar de toekomst. De miljarden aan sociale uitgaven die zijn verworven, maar bij de financiering moeten grote vraagtekens worden geplaatst. De liberalen en de christendemocraten in het parlement zijn dus met open ogen in de linkse uitgavenval getrapt. De rood-groene miljardenfacturen worden steeds duidelijker, maar hoeveel nieuwe belastingen en nieuwe schulden er uiteindelijk zullen gemaakt worden, dat blijft op vandaag ook met deze begroting een raadsel. Ook de broodnodige hervormingen die deze facturen moeten helpen betalen, wat die hervormingen ontbreken of zijn onduidelijk. Deze regering laat dus na uit te klaren waar ze het geld uiteindelijk vandaan haalt. Vele begrotingsposten blijven beperkt tot een doelstelling of intentie. De discussie die wordt gewoon vooruitgeschoven. En we weten natuurlijk waarom die discussies vooruit worden geschoven. Het is natuurlijk makkelijker om vrede te bewaren tussen 7 partijen als de uitgaven worden opgedreven en de discussie rond de inkomsten wordt vooruitgeschoven. Als niet duidelijk is wie uiteindelijk de factuur zal betalen. En dat is natuurlijk de tol die we met z'n allen betalen voor deze monstercoalitie met 7 partijen en maar liefst 4 verschillende ideologieën. Door de uitgaven nog verder op te drijven, zonder uiteindelijk te hervormen, stuurt deze regering schaamteloos de factuur door naar de volgende generaties. En dat zeggen wij niet alleen. Dat schreef ook collega Hendrik Bogaert van de CD&V in zijn afkeurende stemverklaring over het regeerakkoord. En ik citeer hem hier toch nogmaals. Hij zei: de begrotingsplannen van deze regering zijn onverantwoord ten opzichte van onze kinderen en kleinkinderen en brengen ons regelrecht naar de kolom van de zwakke schuldzieke landen. Einde citaat. En collega Bogaert heeft natuurlijk gelijk gekregen. Wellicht vroeger dan hij zelf had kunnen verwachten. Al na 2 maanden wordt de nieuwe paars-groene regering definitief ingedeeld bij de Club Met-landen, de zwakste en schuldziekste landen van Hans Europa. En de regering doet voor 2021 een budgettaire inspanning van, oh god, oh harme, minder dan 1 miljard euro. Daarentegen plant deze regering een kleine 2 miljard aan nieuw beleid. Voor elke euro die de regering dus vindt, wordt er uiteindelijk 2 euro uitgegeven. En dat is een rampzalige manier van aan politiek te doen. Er worden geen buffers aangelegd voor toekomstige crisissen en die komen er onvermijdelijk. De houdbaarheid van de overheidsfinanciën komt niet alleen onder druk te staan. Ook de kosten van de vergrijzing worden onvoldoende gefinancierd. En daardoor komt onvermijdelijk ook de betaalbaarheid van de pensioenen in gevaar. Want de beloofde verhoging van de pensioenen naar 1500 euro kan geen alternatief zijn voor een pensioenhervorming. Er is nood aan een globale pensioenhervorming die vooral de financiering van het pensioenstelsel op lange termijn veilig stelt. Zeker nu de coronacrisis de overheidsfinanciën nog zwaarder onder druk zet. De coronacrisis vergroot de nood aan een fundamenteel debat over de grote uitdagingen van dit land. Maar het debat over hoe die federale uitdagingen moeten worden omgegaan, dat wordt in dit parlement niet gevoerd. Het overheidsbeslag in dit land zal dit jaar nog stijgen tot een hallucinante 60% van het BBP. 60%, collega's, laat het even tot u doordringen. En de overheid, collega's, heeft de afgelopen jaren bewezen
dat het onze centen niet goed kan beheren. Het land met de hoogste belastingen werd uiteindelijk het land met de slechtste gezondheidsrapport ter wereld. België werd het zwaarst getroffen land in zaken corona. Het hoge overheidsbeslag staat dus niet garant voor het beste beleid, wel in tegendeel. Als België een bedrijf was, de NV België, dan was dat bedrijf allang failliet gegaan. Reeds 20 jaar maken de liberalen deel uit van eender welke regering in dit land en het overheidsbeslag is alleen maar gestegen. Meneer de premier, het vrij ondernemerschap en de private sector in dit land worden werkelijk verpletterd door de veel te vette overheid. Terwijl u als premier u zich laat bedienen door uw butler, terwijl de ministers zich laten verwennen door hun privékok, bezwijkt de private sector in dit land onder nieuwe belastingen en gaan heel wat sectoren stilaan failliet. De horeca, de evenementen, de contactberoepen en heel wat vergeten sectoren zijn de wanhoop stilaan nabij. Afgelopen maandag wees de Nationale Bank er nog maar eens op dat de Belgische overheidsfinanciën totaal onhoudbaar zijn geworden. De gouverneur van de Nationale Bank zei het volgende, en ik citeer hem: in 2023 verwacht de Nationale Bank nog een tekort van 6%. Op termijn moet er een geloofwaardige daling van het tekort zijn, anders dreigt de rente op te lopen. Bij zo'n structureel tekort hebben we geen buffer meer om de volgende schok op te vangen. Op dat ogenblik dreigen we geen andere keuze meer te hebben dan een brutaal saneringsbeleid te voeren. Einde citaat van de gouverneur van de Nationale Bank. De gouverneur waarschuwt dus voor een Grieks scenario. En dat België stilaan het Griekenland aan de Noordzee wordt, zien we ook in de middelenbegroting. Ongeveer de helft van de middelen wordt gedekt door ontvangsten en maar liefst de helft wordt gedekt door leningen. Er moet dus niet minder dan de helft worden geleend om aan de uitgavendrift van de overheden in dit land te voldoen. Voor elke 100 euro die de Belgische regering aan middelen nodig heeft, wordt er dus 50 euro geleend. Een situatie die op middellange en ook op lange termijn totaal onhoudbaar is. Meer dan een tekorten in het procent van het BBP heeft deze verhouding de realiteit van de uitgavendrift in dit land weer. In plaats van te spreken over een middelen- of ontvangstenbegroting, zou het dus meer gepast zijn om te spreken over een schuldbegroting. In 2018 werd nog 40% van de ontvangsten gedekt door leningen. Als we het coronajaar 2020 buiten beschouwing laten, dus los van de impact van corona, zien we dat er een stijgend beroep wordt gedaan op leningen als vorm van financiering van de federale overheid. Een instelling of bedrijf dat geconfronteerd wordt met dalende inkomsten, zoals de NV België vandaag, zou in eerste instantie op zoek moeten gaan naar besparingen in het eigen apparaat. Zoeken naar meer doelmatige uitgaven, zoeken naar een hogere effectiviteit, zoeken naar efficiëntiewinsten. Maar niet zo bij de federale overheid. Wat geacht wordt nodig te zijn, wordt gewoon bijkomend geleend op de kapitaalmarkt. Er wordt dus gekozen voor een gemakkelijkheidsoplossing. En de coronacrisis is daarbij uiteindelijk het perfecte alibi om een schaamteloze schuldenpolitiek te voeren. Collega's, we zeggen wel eens wat niet lachend kan gezegd worden, is de waarheid niet. In de middelenbegroting zien we letterlijk het volgende en lezen we ook letterlijk het volgende. Er werd voor gekozen om in de mate van het mogelijke de term schatkist te vervangen door de term federaal agentschap van de schuld. De droge humor van deze regering gaat zelfs zo ver dat zij voorstelt om niet langer de bekende term schatkist te gebruiken, maar wel federaal agentschap van de schuld. En dat is natuurlijk bijzonder cynisch, collega's. België heeft helemaal geen schatkist meer, alleen nog een gigantische berg schulden. En als er nog een schatkist zou zijn, dan zat die vol schuldpapieren. En dat wordt met deze regering alleen nog maar erger. De politieke klasse in dit land heeft zwaar gefaald. Ze is er niet in geslaagd om sterk te staan wanneer er een ongeziene crisis op ons afkomt. België is met een gigantische schuldenput, een gigantische financiële put aan de coronacrisis begonnen. Dit land was niet voorbereid en daar gaan vele mensen, werknemers en werkgevers in dit land, nog jaren de prijs voor moeten betalen.
Landen zoals Nederland en Duitsland kunnen vandaag veel meer doen voor hun ondernemingen en hun eigen mensen, omdat zij natuurlijk wel beschikken over de nodige reserves. Landen die hun begroting wel op orde hadden voor corona, zijn vandaag veel beter gewapend om deze schok te absorberen. En het Vlaams Belang dient hier vandaag amendementen in op de begroting die samen goed zijn voor 1 miljard euro aan besparingen. En dat is meer dan nodig, collega's. De regering wil onze mensen platbelasten. Wij willen besparen op overtollige instellingen, zoals de Senaat, grote kuishouden in de kabinetten, schrappen van de concurrentievervalsende subsidies aan kranten en een korting afdwingen op onze bijdrage aan de Europese Unie. Wij willen besparen op België, op Europa, op asiel en op het politieke systeem, niet op onze eigen mensen. En in de algemene toelichting bij deze begroting lezen we dat er voor 2021 over moet gewaakt worden dat de prille heropleving van de economie niet gefnuikt wordt door ondoordachte ontvangsten of uitgavenmaatregelen. Nu, collega's, voor de aandachtige en kritische lezer, en dat zijn wij, betekent dit duidelijk dat het streven naar enige begrotingsdiscipline achterwege wordt gelaten, ook voor de rest van deze legislatuur. We hebben daarnet collega Van den Burre en Laouesch gehoord. Ecolo en PS, niet toevallig twee Waalse partijen, hebben net expliciet bevestigd dat er afscheid wordt genomen van de begrotingsdiscipline. Deze regering streeft naar genderevenwichten, maar duidelijk niet meer naar begrotingsevenwichten. In 2014, draaiden de verkiezingen in België nog rond de noodzaak om de ontsporende overheidsrekeningen eindelijk op orde te brengen. Elke partij presenteerde toen aan de kiezer haar berekende traject hoe en wanneer het begrotingsevenwicht kon worden bereikt. Vandaag lijkt er van die donkerrode cijfers amper nog iemand in dit parlement wakker te liggen, behalve natuurlijk wij, de oppositie. Een opmerkelijke vaststelling. We hebben niet alleen een regering die gedomineerd wordt door Waalse partijen, maar we hebben nu ook een regering die gekenmerkt wordt door een Waalse budgettaire laksheid. België heeft nu niet alleen de meest linkse regering ooit, maar nu ook officieel een Waalse begroting. En collega's, de kernuitstap is al vaker een pasmunt geweest voor het premierschap. Verhofstadt haalde destijds zijn eerste premierschap binnen door aan de Groenen die kernuitstap te beloven. Ook u, meneer de premier, premier De Croo, u bent uiteindelijk bereid gevonden om in ruil voor het hoogste politieke ambt de betaalbaarheid en de bevoorradingszekerheid van onze energievoorziening op het spel te zetten. En dat zal natuurlijk een enorme last leggen op de erbarmelijke begroting in dit land en de toekomstige generaties. De kernuitstap zal de begroting op twee manieren bijkomend belasten. Enerzijds zullen de bijkomende kosten van de miljarden subsidies aan gascentrales niet zichtbaar zijn op de elektriciteitsfactuur. Nee, ze worden doorgeschoven naar de begroting. En dat is niet meer dan een politieke goocheltruc. Onze elektriciteitsfactuur is ondertussen een tweede belastingsbrief geworden. De kosten worden dus doorgeschoven van de tweede belastingsbrief naar de eerste belastingsbrief, onze echte belastingsaangifte. Het is niet omdat belastingen worden verschoven van de elektriciteitsfactuur naar de begroting dat de belastingbetaler er uiteindelijk niet voor zal opdraaien. En anderzijds, tweede impact op de begroting, zijn gascentrales natuurlijk ontzettend vervuilend. België zal door deze kernuitstap dus meer dan waarschijnlijk extra uitstootrechten moeten betalen, wat bijkomend zal wegen op de wankele begroting van dit land. Als kandidaat-voorzitter van Open VLD verzette Egbert Lagarde zich met hand en tand tegen de kernuitstap. Maar ondertussen is duidelijk dat niet groen, maar wel de Open VLD, omwille van het premierschap, haar programma ritueel heeft verbrand. En collega's, volgend jaar krijgt FedAsiel bijna een half miljard euro toegestopt. Een half miljard euro. De kostprijs van FedAsiel zit al jaren in de lift. Sinds 2010 is de kostprijs van de asielopvang met ruim een derde gestegen. Een derde. Dat is de torenhoge tol uiteindelijk van het open grenzenbeleid onder Maggie de Blok, Theo Franken en vandaag onder Paars Groen. Ons land werd bijzonder hard getroffen door de coronacrisis
En de weg uit die budgettaire en sociaal-economische crisis wordt nog lang en hard. Elke cent in de begroting zou nu moeten gaan naar onze eigen mensen en het herstel van onze eigen economie. Heel wat gezinnen, vooral arme gezinnen, leden of lijden financieel verlies tijdens de coronacrisis. Honderdduizenden werknemers en zelfstandigen dreigen hun werk te verliezen. Vele tienduizenden bedrijven dreigen failliet te gaan. En daar moet volgens ons de prioriteit en de focus liggen van de regering, niet bij FedAsiel. Ik was aan het vertellen dat in zaken migratie. En inderdaad, wij hebben een duidelijke migratiekritiek, meneer Kolenbunders, in tegenstelling tot uw partij, want u mag uw kiezers wel eens vertellen dat onze sociale zekerheid onder druk staat door die migratiestromen. Dat wij de uitkeringen niet kunnen verhogen, omdat er massaal uitkeringen worden betaald aan buitenlandse mensen. Dat wij eigenlijk OCMW aan het spelen zijn van gans de wereld. En als uw partij ooit aan de macht komt, dan zal dit nog veel erger worden. En mijn partij zal zeker niet nalaten om dat te blijven benadrukken. Maar nu in zaken migratie was ik het aan het vertellen, mevrouw de voorzitter, dat de kost voor FedAsiel met een derde is gestegen. En tegelijk zien wij dat de kosten voor terugkeer dalen met een derde. Uit het regeerakkoord, nog uit de verklaringen van de kersvers staatssecretaris Makkemedi, blijkt enige ambitie om de massale instroom uiteindelijk een halt toe te roepen. Terwijl zowat elke instelling of instantie die de begroting van dit land beoordeelt aan de alarmbel trekt, laat de regering de rekeningen voor asiel volledig ontsporen. Het falende asiel- en migratiebeleid begint steeds sterker door te wegen in de donkerrode cijfers van de begroting. Maar de kosten van de migratie zijn natuurlijk veel ruimer dan de kosten van FedAsiel en vreemdelingenzaken alleen. De kosten zitten verspreid over verschillende posten van de federale en regionale begrotingen. De impact van migratie op kostenposten zoals onderwijs, opleiding, huisvesting en sociale zekerheid loopt in de vele miljarden euro's. Het gat in de begroting is gigantisch en dat kan alleen maar aangepakt worden als men de grote kostenposten bij naam durft te noemen. En meneer Kolenbunders, dat doen wij, waaronder de kostprijs van de migratie. Die kostprijs durft uw partij niet te benoemen. Wie de begroting op orde wil krijgen, zal ook de migratie onder controle moeten krijgen. De steeds hoger oplopende migratie factuur is een van de vele oorzaken waarom de begroting reeds voor er sprake was van corona aan het ontsporen was. En de situatie zal er niet beter op worden, zeker niet als we het beleid van Paars-Groen bekijken. En nieuwe belastingen, collega's, deze regering is ondertussen nog geen 3 maanden bezig en er hebben al 5 nieuwe belastingen op tafel gelegen. Ten eerste eind oktober de effectentax, een ruime en onversneden vermogensbelasting. Ten tweede, begin november een stijging van de accijnzen op tabak, een platte pestbelasting. Ten derde, half november gooide een arrest van het Europees Hof een belasting op huurinkomsten weer op de regeringstafel. Er komt uitstel, maar er komt nog geen afstel van een mogelijke hold-up op huiseigenaars. Ten vierde, nog in november, een koolstoftax, een zoveelste aanslag op de middenklasse in dit land. En tenslotte had vicepremier Gilles Quinet het in de Standaard over een SUV-tax naar Frans voorbeeld. Het verder uitpersen van de automobilist als melkkoe van de staatskas dus. De partijvoorzitters van de meerderheid rollen net niet vechtend over straat, maar al dat gebekvecht kan natuurlijk niet verhullen dat dit een belastingregering wordt, die zijn gelijken nog niet heeft gekend in de Belgische geschiedenis. Nog geen 3 maanden is deze regering aan de slag en een paars-groene belastingtsunami rolt over Vlaanderen. Deze regering is een onvervalste belastingregering. De liberalen beloofden geen nieuwe belastingen, maar moeten sinds de effectentax, de stijging van de accijnzen, belasting na belasting slikken. Het is niet alleen een belastingregering, het wordt ook een echte vechtcoalitie. Sinds dag 1 timmert de regering De Croo en nu meneer de premier aan een soort tous ensemble gevoel. De nieuwe regering benoemde zichzelf tot de coalitie van wat heet de grote verbinding. Maar niemand kan natuurlijk blind blijven voor het aanhoudend geruzie tussen de partijvoorzitters. Het regeerakkoord is nog geen 3 maanden oud of het wordt nu al op 2 cruciale punten gebroken.
Ten eerste zouden er geen nieuwe belastingen worden ingevoerd, behalve in het kader van budgettaire discussies. Er werd dus van uitgegaan dat nieuwe belastingen pas ter sprake zouden komen bij de begrotingscontrole voor 2021. Vandaag liggen er al minstens 5 nieuwe belastingen op de plank. Ten tweede zou er een eerlijke bijdrage komen van die personen met de grootste draagkracht, met respect voor het ondernemerschap. Maar de nieuwe effectentax viseert ook vennootschappen en zelfstandigen. De paarsgroene regeringen hebben de burgers en de ondernemingen in dit land dus al minstens 2 keer bedrogen. En deze dubbele woordbreuk zet de deur open voor miljarden euro's aan nieuwe belastingen. En dat weet iedereen hier heel goed. Door de putten van de Zweedse regering. De hoge kostprijs van het nieuwe paarsgroene beleid zal deze regering bij elke begrotingsopmaak en bij elke begrotingscontrole op zoek moeten gaan naar nieuwe belastingen. De totale budgettaire inspanning zou volgens de volgende sleutel worden verdeeld. 1/3 uitgaven, 1/3 inkomsten, nieuwe belastingen dus, en 1/3 diversen, wat meestal ook nieuwe belastingen zijn. 2 maanden later blijkt hoe creatief dat allemaal ingevuld wordt. Het Rekenhof mag de nieuwe effectentax niet meetellen als nieuwe belasting, want zo zeggen de regeringspartijen, bij het regeerakkoord was afgesproken dat die bijdrage er niet zou bij horen. Vroeger heette dat Hollandse rekenkunde, vandaag noemen we dat Belgische rekenkunde, een zoveelste opsmukoperatie van de regeringscommunicatie. En elke nieuwe belasting zal vooral een belasting op de Vlamingen worden. We weten dat vandaag 70% van de belastingen door Vlaanderen en Vlaamse bedrijven in Brussel worden opgehoest. Wie nieuwe belastingen invoert, zal uiteindelijk voor 70% in Vlaanderen gaan halen, of minstens 70%. Laat het voor iedereen dus duidelijk zijn. De Vlamingen zullen uiteindelijk het paarsgroene gelag betalen en dat kunnen wij als Vlaams Belang onmogelijk aanvaarden. Nu, collega's, mijn kritiek op de effectentax, die zal ik sparen straks voor het onderdeel financiën. Ik kijk er al naar uit, meneer de minister. Ook onze kritiek op de accijnzen voor tabak, de kritiek op de huurinkomsten, de nieuwe regeling, de koolstoftax, SUV-tax en de stadstol zal ik ook houden voor straks, de brede fiscale hervorming, de index terugsprong en het opheffen natuurlijk van het bankgeheim. En dat brengt mij meteen tot mijn conclusie van mijn tussenkomst. En collega's, staan mij toe te besluiten dat deze begroting uiteindelijk al is achterhaald voor ze werd ingediend. Ze is gebaseerd op totaal onrealistische economische vooruitzichten. De regering rekent zichzelf rijk. Inkomsten worden systematisch overschat. Uitgaven structureel onderschat en maatregelen blijven vaag en onduidelijk. Dat is allemaal tekenend voor een ronduit slecht budgettair beleid. Elke instantie die de begroting van dit land beoordeelt, trekt aan de alarmbel. Deze begroting zal al bij de eerste begrotingscontrole als een boemerang terugkeren in het gezicht van deze regering. En zodra het stof van de coronacrisis is gaan liggen, zal België opnieuw in Europa in de kijker lopen als een van de zwakste en schuldziekste landen van Europa. De coronacrisis wordt ook schaamteloos misbruikt als om een ware schuldenpolitiek te voeren. Corona is het perfecte alibi om nieuwe structurele belastingen, zoals de effectentax en de niet-indexering van fiscale aftrekken, door te duwen. Corona is uiteindelijk ook het voorwendsel om het bankgeheim te schrappen. U zal begrepen hebben, mevrouw de voorzitter, dat het Vlaams Belang de begroting en de programmawet dan ook niet zal goedkeuren. En wij roepen tot slot de regering op om de toekomstige begrotingen op te stellen op basis van realistische economische vooruitzichten en correcte cijfers in plaats van budgettaire goocheltrucs en politiek wensdenken. Het herstelbeleid in de komende jaren te richten op het beschermen van ons economisch weefsel, onze specifiek getroffen sectoren en de vele kleine en middelgrote ondernemingen die dit land hebben grootgemaakt, en het herstelbeleid dus niet te richten op klimaathysterie. En in overleg met de gemeenschappen en de gewesten in zaken het Europees begrotingskader aan te sturen op het responsabiliseren van alle bestuursniveaus voor hun eigen beleid, zodat de schuldenlast die wordt opgebouwd niet kan afgewenteld worden op andere bestuursniveaus. En laatste punt,
En binnen Europa willen wij dat het dossier van de financiering van de Europese Unie op tafel wordt gelegd en er een rechtvaardiger verdeling wordt bekomen door middel van een korting op de nationale bijdragen voor België in het algemeen en voor Vlaanderen als grootste nettobetaler aan de Europese Unie in het bijzonder. Ik dank u, mevrouw de voorzitter.